En hele goede avond. Dat is het Margreet dat ik deze video opneem met jullie. En ik heb hier een nieuwe creator van de maand. Dat is echt lang geleden. De laatste keer weet ik niet wanneer het was, joh. Echt, ik had het kijken in geschiedenis van creator van de maand. En aan de series die ik gemaakt heb in het verleden. En dan dacht ik, ja, dat is echt lang geleden, dacht ik. Dus ik ga weer een nieuwe maken. En dit keer gaat hij naar House of Shades. Die kun je vast beloven, want het tv-programma van jongeren. Ja, mijn moeder is een vlog of zoiets. Ik weet niet hoe het heet, maar goed, dat was ook ergens aan het relap. Om mijn geschiedenis voor mijn video's. Dat miste ik. Maar goed, ik ga beginnen. Nou, dus ik ben nu af en welkom bij Creator van de Maand. Even if I told you, I could never let you go. I am not so sure you believe me. But if I mean to... Goed, mensen, ik heb hier jullie gezegd, een nieuwe creator. Haar naam is Jade, of alles is Jade. Hoe ik dit verkeerd. Alles is Jade, die ken ik van... het is even gaan van de NPO toen. Van de NPO, dus ik heb het programma Toegezien om Kill de Zee al een keer opnieuw gemaakt. Wil je hier laten zien? Als je het niet kan vinden, dan kan je de link in het schrijfbank zetten. Dan kan je nog een keer zien de video. Dat ik vorig jaar gemaakt heb. Voor de kijkers ook wat ik van vind van de serie vond. Wil je de serie zien? Dat laat het even weten. Dan ga je dat met in het ietsje zitten bovenin. Of onder in de beschrijving. Nou goed, we gaan beginnen met het kanaal zelf. En meneer Houston is ook al mee. Daar kan ik een keertje mee. Ook een keertje precies super support. Je moet het nu support tegen Jade. En Jade heeft 2,3k abonnees. En we gaan even abonneren. Kijk, ga ik het even doen. En ben je natuurlijk aanklikken. Of ik heb kinderen. Als het voor kinderen is, kan je natuurlijk niet willen aanklikken. Dan heeft je zo'n kindercontent en dan hebben ze geen inkomsten en geen dingen, dus dat gaat er echt niet. Maar goed, en ja, ik ben dus zelf op de gabinet, dus even kijken wat hij allemaal heeft. Allemaal hele vrolijke tunnels wat je kan zien. Hij heeft een kanaal hier, je hebt natuurlijk ook hier links voor je rechts van jullie, links van mij. Dit kanaal, hier digitaal. Je kunt een schermopname gedaan. Na deze opname maak ik een schermopname voor deze serie. Voor deze voor dit kanaal. En dat we nog eens terugkijken. Hoe het kanaal eruit ziet. Ze heeft heel mooie tunnels. Dat je kan zien, ook geen vrolijke tunnels. En ja, het is best wel ook een goede. Ziet als haar weergave zijn niet echt heel groot. Dat ik ook nog een goede heb met de weergave, maar dat is niet juist. Het gaat erom dat het leuk is omdat ze dat doet. Goed, gaan we eens even kijken naar de playlist. En er zijn weer playlisten, zie ik al. Heel veel. Kijk al welke kanaal nou ook. Okay. Er zijn geen kanalen aanstaan. Geen community, zie ik. Maar dat maakt niet uit. Goed, als je die wil zien, als je deze wil lezen, moet je een keertje zelf lezen. Een keertje op haar kanaal. Het is best wel een lang verhaal. Dus, hij is 8 jaar zo'n kanaal in Amsterdam. Dat is natuurlijk zo, dus ja. Vind je haar kanaal leuk? Dan kan je een linkje zetten hieronder in de beschrijving van haar YouTube kanaal. En wil je haar graag zien op een Instagram of een Nederlandse modellen. Er staan Nederlandse modellen. Een serie nieuwe serie, die komt van de week, is van de week erbij gekomen. Laat het weten in de comments, zit een mooi model. Laat even weten hieronder wat je ervan vindt van het kanaal of leuk vindt om naar te kijken of denk je dat we niet over abonneren. Dus dan zie ik hem elke dag om 6:30 een nieuwe vlog en 8:00 een nieuwe daily video. Dan je een werk mag doen, dat ook zeg maar eens. Nou, tot de volgende.